Het lijkt een poppetje met vrolijke kleuren. Richard, wat dacht je toen je dit in handen kreeg? Frits, ik zag het. Mevrouw kwam ermee aanlopen. En dat af en toe heb je dat. Dat is zo'n tinteling in je hoofd. Zo'n zitterlijk door je hersentjes heen. En ik denk van, zou het nou werkelijk? Ik denk, nee, dat kan niet. Nee, het is echt een stukje Nederlandse kunstgeschiedenis wat we hier hebben. Ja, want? Het is een hele vroege, maar dan ook echt een hele vroege Karel Appel. Een echte Karel Appel? Een echte Karel Appel. Die is vanaf 1947 is die zich ook beeldhouwer gaan noemen. Maakte hij ook beelden. En die man die was zo arm, zo ongelooflijk arm, ja? Als een kerkraad. Zijn ouders die hebben hem in 1944 uit huis gegooid omdat hij kunstschilder wilde worden. Oh, dat kon niet? Nee, zijn vader was geloof ik melkboer. En die wilde toch echt dat Karel een normaal vak ging leren. Maar nee, hij wou kunstschilder worden. En dat heeft hij ook doorgezet. En na de oorlog, dan zie je dat er iets ontstaat onder kunstenaars dat ze de hele boel willen vernieuwen. Dat zag je met die Cobra-beweging. He, die jongens die helemaal vrij van dogma's het gewoon nu eens een keer helemaal anders willen doen. Ja, Appel was een van de oprichters van de Cobra? Appel was een van de oprichters. He. Cobra is dan in 1948 opgericht. Maar dat kwam uit Afrika. Dat konden kinderen ook. En dat is nou juist het spontane. He. Die eerste leden van die Cobra-beweging, die wilden juist die spontaniteit die kinderen hebben in hun tekeningen, ja, die wilden zij ook verbeelden. Ja. Ja, en dan zie je hier een van de allereerste beginselen. Weet je, wat bijzonder is, wanneer is iets waard? Ja, als het gemaakt is in een periode dat het vernieuwend was. Hè? Dus dit is ook anders dan een Karel Appel uit 1980. Ja. Want op dit tijdspanne was het nieuw wat ze deden. Ja. Hoe komt u eraan? Nou, het komt uit de schoonfamilie. En degene die het gekocht heeft, opa, destijds voor 1950, tussen 46 en 50 moet dat geweest zijn. Ja, hij leeft niet meer, dus ik weet niet. Maar het is al heel lang in de familie. En waar heeft hij het gekocht? Weet u in Amsterdam, op in de Amsterdam? Markt. Op welke markt? Op het Waterloopplein, voor 5 gulden. Voor 5 gulden voor 5 op het Waterloopplein? Volgens de overlevering. Volgens de overlevering? Ja. Maar stond Karel Apper daar zelf? Hij heeft ooit gezegd dat hij dat dacht dat het wel was, maar hij weet het niet zeker. Nee. Want hij was natuurlijk toen ook nog niet bekend. Zou dat kunnen, dat Appel zelf op het Waterloopplein heeft gestaan? Ja, dat zou heel goed. Ja, hij bedacht in die tijd van alles. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar een familielid van mij die heeft wel eens verteld, bij de Bijenkorf in Amsterdam, daar kon je slaapkamer-ameublementen kopen. Er hing een aantal schilderijen boven de bedden. En als je dan een bed kocht, mocht je het schilderij meenemen. Maar zij vonden het zo lelijk. Ze zeiden, nou, laat het schilderij maar hangen. Ik voel hem al aankomen. Wat korting op de... Daar hing een appel. Het was een appel, ja. Heeft hij meer van die beeldhouwwerken? Ja, hier leefde hij destijds van. Dit is waarschijnlijk gewoon ook bijvoorbeeld een plankje uit zijn kamer. Hij heeft gewoon de deur. Hij heeft zijn hele huis eigenlijk ontmanteld om een materiaal te vinden waar hij mee aan het werk kon. Ja, fantastisch. Ja, echt ongelooflijk. Ja. En uw schoonfamilie die had wel door dat ze iets bijzonders in huis hadden? In het begin denk ik niet, maar later heb ik pas gehoord van, nou, het zou wel eens een hele echte dat zou wel kunnen zijn. Inderdaad, toen Appel bekend werd, van dat het iets bijzonders was. Zijn ze ooit nog met het stuk teruggegaan naar hem? Nee. Want ik moet je eerlijk zeggen, er is ook niemand in de familie die het mooi vindt eigenlijk. Echt niet? Ik ga het zelf steeds leuker vinden, maar als niet je omdat in de waard hoort, hoor. Misschien dan wordt het nog niet leuker. Maar ik vind het een heel vrolijk. Het is wel typisch Cobra, dus een afbeelding van een kind, neem ik aan. Dan. Ja, dit is de afbeelding van een kind. Het is precies de beeldtaal die hij toen bezigde in die periode. Hij heeft iets gesigneerd. Dat is ook wel grappig. Dat is ook een typische vroege signatuur. Hier rechtsonder op het plankje. Dus hij is echt, echt. Hij is echt. Dan ben ik heel erg benieuwd wat de waarde van deze vroege appel is. Ja. Die opeens in assen opduikt. Ja, je moet hier toch een bedrag tussen de 20.000 en de 25.000 euro aan verdienen. Zo'n klein dingetje, leuk hè? Zo'n klein dingetje. Hartstikke mooi. Ja, leuk.